bedmam. I fuck on your bedmam. Hanne, ga alsjeblieft naar je bed. Fuck jou, ik blijf bij Gio. Nee. Ik ben trouw Gio meer dan jou. Jij bent bedrogen. Yo, samen de fuck on your bedmam. Wow, kijk, mijn kamer is een hele grote teringband. Wow, that's amazing. That's good, man. Eerste vrouw, dit is Hanne. Hanne, ga jullie vertellen wat ik ga doen, want ik ben het vergeten, oké? Okay? Dank u. In deze box vind je gear en aanwijzingen. Neem het mee naar de mansion, want jij zult het nodig hebben. Snap je, want ik ga zo naar huis met mijn YouTubers en daar ga ik chillen. En ik had een doos gekregen, deze doos. En in die doos zaten er allemaal leuke dingen. En dat heb ik open gedaan, maar ik had de doos niet meer. Dus dit is de indozing van de grote doos. De inhoud van... Ja. Ik heb hele leuke dingen gekregen van Samsung. Dus thanks voor... Thanks. We got the watch. We got some Bluetooth oortjes. Yeah, we got also VR bril. Wow, that's crazy, man. Ik ga goede virtual reality porno kunnen kijken door deze bril. Ah, fuck, wow, yo, shit, wat gebeurt? Battery pack, telefoon. Die is nu kapot. Ik heb wel nog een paar dingen gekregen, denk ik. We gonna check that. Deze telefoon die nu aan het opladen is, dat is de A5. Die heeft een goede camera, thanks for that. En op deze doos stond er eigenlijk aan buiten moest openmaken en dat dit mijn nieuwe beste vriend ging worden ofzo. Dus hopelijk is het een, ik weet het niet. Fucked up. Oké, er hangt veel tape aan deze doos. Dus let's make it open and see what's inside this doos. Welcome to Acer Unboxings with today new unboxing of this box. Check dit perspectief, wow, dit is geweldig. Dit is een masker, wat heeft dat nu te maken met mijn nieuwe beste vriend? Even leuk muziekje voor de doos en dozing. Okay, ik zie jullie het al een klein beetje, that's nasty, man. Oké, okay, ik moest even een spot change doen, want ineens poelden mijn buren op in een tuin. Snap je, weet je hoe cringy dat is als mijn buren een tuin aan het opkuisen zijn en ik sta daar een video op te nemen? Hoe ga ik hier een video opnemen? Gewoon voor mijn deur. Oké, okay, we zijn bij de doos. De doos. Special, man. Oh shit. Het is een hoofd. Waarschijnlijk van. Ik weet het niet of zo een flikker of zo. Yo, what's this, man? Wat ligt ernaast dat masker? Wat zijn al die dingen? Echt? Zijn dat gekokoneerde maden? Hebben ze nu eitjes gelegd in zijn neus en zo? Ik heb nog nooit zo'n epidemie gezien. Dit is allemaal zijn haar. Yo. Dit is zo'n nasty shit, man. Dat is vies. Dat is niet eens grappig, dat is vies. Moet je het nu doen met die doos? Ik kan een masker daar toch niet uithalen? Ik heb allemaal fucking eitjes gelegd in zijn mond en zo. Improviseer. Misschien moet ik het in brand steken. Dat is het enige idee dat ik heb. Dit is de verborgen camera. Ik ga die doos verbranden voor mijn deur. Wat moet ik daarmee doen? Ik kan dat toch niet in mijn huis laten staan? Of ja, als ik dat doe, dan heb ik binnen een paar weken, weet ik veel, een heel leger vliegen in mijn huis of zo. Ik heb hier benzine. Dit is het domste wat ik ooit ga doen in mijn leven, maar oké. Okay. Oké, we gaan. Dit stinkt, man. Ik weet niet wat ik heb gedaan. Ik weet niet of dit een slim plan is. Waarschijnlijk wel. Want ik ben in het midden van een straat. Yo. Shit, dit escaleert niet goed. Ik heb het verneukt. Kijk, maar ze gaan wel allemaal lekker dood nu. Dus, hey, that's a good idea, man. Oh shit, het begint te roken. Not good. Yo, evac. Ik had een plan voor dit. Is het klaar? De epidemie is gestopt. Klaar is Kees. Brandt nog altijd een klein beetje, maar ik zie ook dat heel mijn straat naar mij aan het kijken is en zo. Maar dat boeit uiteindelijk niet zoveel, denk ik. Deze doos is wel geruïneerd. Hoe leg ik dit uit? Daar een doos met maden voor mijn deur stond, dat ik de epidemie moest uitroeien. Dit was het plan, ja. Ik moest dit even doen. En nu deze shit naar binnen brengen of zo en in mijn tuin zetten en het laten uitroken. Don't do this at home. Don't do this na. Ik ben professioneel hierin. Dit is kampvuur. Nice. Oké, het is nu een paar uur later en ik had even gewacht om nog iets op te nemen, want ik weet niet, ik was niet echt in shock. Snap je? Achteraf denk je altijd van, what the fuck heb ik gedaan en dat had ik dus. Want mijn mama is gebeld door een paar mensen uit mijn straat, dat ik een brandje aan het stichten was in de straat. Ik had alles onder controle. Ik bedoel, ik had echt alles onder controle. Ik denk het wel. Waarschijnlijk gaan mensen naar de politie gaan of zo, omdat ik brand aan het stichten was. Het moest. De epidemie is gestopt. Ik weet niet wat ik nu moet doen, waarschijnlijk moet ik naar de jeugdgevangenis of zo. Nu ben ik dus een week in huis, mijn YouTubers zijn heel leuk. En hier kleine teaser, deze week komen er nog veel video's online. Probleem daar. Oké, dus we hebben ook een sauna. Dit is de sauna, kijk. Show even, doe even rondleiding in de sauna. Yo, so, welcome to my crib. Yo, MTV cribs. Dit is een paar jacuzzi's. En deze boys geloven niet dat deze dingen aanstaan. Maar ik zag jullie. Deze dingen. Hij staat echt aan. Ja, hij staat wel aan. Go for it. Oh my god. Oh shit!
En ik, hè? Ja, ik kom erbij. Oh. En zo steekten ze week met allemaal fucking layers in huis. Oké, abonneer op de challenge, beschrijf op meer shit. Yo, Ace Doubt, morgen die video.